Hey ondernemer, wil jij met jouw bedrijf dagelijks duizenden mensen bereiken? Plaats gemakkelijk jouw deal online en bereik meteen een enorm publiek via onze community. Halaldeals.nl. De leukste halaldeals voor de beste prijs. De verkeersboetes worden tegenwoordig steeds hoger. Scandale helpt gratis bij het aanvechten van je verkeersboetes en heeft veel successen geboekt. Scandale regelt ook uitstel van betaling in deze moeilijke periode. Kijk nu op www.scandale.nl. Assalamu alaikum beste mensen, welkom alweer bij een nieuwe aflevering. Wat ik mezelf afvraag, hè, in Marokko wonen er 40 miljoen mensen. Daar kijken we ook voetbal, zijn we ook emotioneel, maar daar gebeurt nooit rellen. Hier zijn we bij wijze van spreken met 200 man en er gebeurt rellen. Waar ligt het aan? Ligt het aan de mentaliteit, aan de mensen, aan de karakter, aan de opvoeding? Ik weet het niet. Ik ga even kijken beste mensen, ik ben in Rotterdam. Assalamu alaikum. Abu Safiya is de webshop voor de modebewuste moslimman. Ik kan niet terecht voor wijde broeken, bedekkende trainingspakken, kwalitatieve kamies, lange shirts en jassen, groot aanbod mutsen, een baardverzorging en Arabische parfums. Bestel jouw modieuze outfit snel op www.abusafiya.nl met 10% korting met de code Hussein10. Meijerij en Pil is uw specialist in letselschade. Heeft u letsel opgelopen bij een ongeval zoals in het verkeer of op werk, dan gaan wij kosteloos achter uw recht aan en behartigen wij uw belangen. Kijk, in Marokko wonen er 40 miljoen Marokkanen. Ze gaan de straat op, niks aan de hand. Ja. Hier zo gaan er bijvoorbeeld 20 Marokkanen straat op, weet je. Dat is altijd wat. Hoe kan dat, broeder? Ligt het een beetje aan de mentaliteit of zo? Of ligt het aan de opvoeding? Ligt het aan de omgeving? Want ja, in Marokko gebeurt niks, alhamdulillah, broeder. Ja, ik denk dat er meerdere aspecten erbij komen spelen. Ja. Wat jij zei, Marokko is dan een beetje hardhandiger. Ik ben net terug van Marokko. Na Lesha, bidden naar huis. Alleen maar idioten lopen nog op straat. Ja, begrijp je? Ik durf echt niet te zeggen, man. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik denk dat hier een soort van, ik weet niet, is een standaard cultuur in Nederland, toch? Dat, ja, dat er altijd chaos moet zijn als er wedstrijden gewonnen worden en zo. Maar het is een beetje jammer ook, want ik had laatst een Marokkaanse man had er een uitspraak over en die zei van ik vind het jammer omdat dit is echt precies de reden waarom Wilders weer gaat zeggen ja minder Marokkanen of de islam en dit ja, en dat. Precies. En dat is gewoon jammer omdat sport moet gewoon leuk zijn, moet voor iedereen zijn. Ik zeg eerlijk broeder, kijk weet je wat het is, ik vind het niet echt een Marokkanen probleem of zo, weet je. Kijk, net als met iedereen kan kattenkwaad uithalen en dit en dat, je kan niet, ja. Voor mijn gevoel, zeg maar, ik weet niet zeker of dat Marokkanen zijn geweest en dit, want ik ken ook genoeg Marokkanen die gewoon lekker thuis feest vieren. Ik denk dat jij dat ook wel kent, jij zelf ook, jij bent ook Marokkaans. Ja, ik denk niet echt dat het een Marokkanen probleem is of zo. Daar lijkt het wel een beetje op, dat het een beetje aan de mentaliteit van de mensen die hier wonen op een of andere manier. Ja. Op de Marokko gebeurt dat niet, hè? En hoezo gebeurt dat niet in Marokko? Ik denk dat ze dan niet jarig zijn, dan kunnen ze de feestje niet verder vieren, denk ik. Zeker weten, 100%. Dus Nederland is daarin een beetje te naïef of zo? Te soft, ik denk te soft erin, ja zeker. Ja? Ja zeker. Het is gewoon asociaal wat er gebeurt. In Marokko wonen 40 miljoen mensen. Ja. En, maar daar gebeurt geen rellen, niet mensen dingen kapot maken. Maar wanneer gebeurt het wel in Nederland? Wat is het verschil, denkt u? Heeft het met opvoeding te maken of met iets? Ik zeg daar in Marokko, de politiek is goed geregeld. Maar hier in Nederland, door de mensen, de politieke mensen, die kijken niet naar de rellen. Ja? Daarom. Ze moeten wat strenger zijn, bedoelt u? Ja, precies. Die moeten wel trainen. Oké. Okay. Ja, voor alle Marokkaanse jongeren ook. Hou rekening mee dat als je zulke dingen doet, Wilders gaat weer punten scoren op ons. Gaat weer zeggen dat de islam slecht is en dit en dat en zo. Ja. Het is hard alsjeblieft in je achterhoofd. Dat je dat, weet toch wel, meeneemt als je de straat op gaat. Ja. Zeg maar hoe kan het zo zijn dat in Marokko dan zeg maar geen rellen uitbreken? Terwijl daar 40 miljoen emotionele Marokkanen zijn. Nog helemaal nog erger dan hier in Nederland. Ja, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik denk, ja, zeg maar in Marokko heb je ook zeg maar alleen Marokkanen wonen daar, begrijp je? Ja. Dus hier heb je ook meerdere afkomsten. En als de een gek gaat doen, ja. Je weet niet, begrijp je? Zeg maar, voor mij, ja. Wat ik je zeg. Ik, net als ik, hè, ik ben ook gewoon een Marokkaan. Ja. Ik vier gewoon lekker feest met mijn ouders thuis. Ja. Heerlijk. Met mijn opa, oma, familie. Lekker bijeenkomen, koekjes, Marokkaanse thee. Dat is gezellig voor mij, weet je. Spreek je mensen er ook op aan, broeder? Stel voor een van je vrienden of zo die wil gaan redden. Spreek je er ook op aan of niet? Zeker. Je ziet van de zon, broeder, om op straat te gaan schreeuwen en weet ik veel wat. Vooral dingen kapot te maken. Ja. Als jij een walim bent, als jij mensen onrecht aan gaat doen. Ja. Diegene tegen jou doet, 100% wordt dat verhoord. Valt ook terug te vinden vanuit Koran en Sunna. Of je nou moslim is of niet. Ja. Weet je, we zijn moslim, we hebben akhlaq nodig. Je kan kennis hebben, alles. Maar als jij dat niet toepast in het leven, dan ben je gewoon een pak ezel. Weet je, je draagt zo. Veel, maar je doet er niks mee. Allah. Ja, wat dan? Wordt dit een beetje gehyped door de media, denk je?
speelt altijd een rol. Maar ja, dat weet je van tevoren al. Dat ze, als je ze een reden geeft, dan gaan ze er volop in mee. Dus dan moeten wij eigenlijk wel van tevoren weten dat we dat niet moeten laten zien. Ja, want in principe Nederland staat bekend om de hooligans hier. Weet je, als een keertje Feyenoord of Ajax keertje kampioen worden, dat ze dood te vallen. Ja, dan zijn er ook rellen. Ja. Zijn er ook erg rellen, maar... Het is niet nodig. Het is niet nodig. Je kan ook feesten zonder te rellen. Ja. Je kan wel blij zijn en iedereen gaat met je mee vieren. Het is tegen het principe van ons eigenlijk, vanuit onze cultuur. Maar eigenlijk ook de islamitische achtergrond wordt het niet aangeraden. Nee, precies. Op deze manier zo uitbundig te vieren. Want het is een voetbalwedstrijd en we zijn er een ronde verder. We zijn er allemaal blij mee. Maar niet meer dan dat. Hè. Nee. Maar is het zeg maar ook de Nederlandse mentaliteit in vergelijking met de Marokkaanse mentaliteit daar in Marokko? Dat zeg maar, als ze hier zo komen gaan ze rellen en in Marokko niet? Ja, ik denk dat het wel iets Nederlands is, toch? Het is niet iets nieuws. We kennen het al jaren. Ik hoop gewoon dat de boys dat gaan meenemen, man. Het is niet meer positief, het komt niet meer goed uit. Je weet toch, het ziet niet goed uit. Ja. Als we gaan vechten en opstaan voor dingen die er echt toe doen, weet je niet dat je dingen kapot moet maken, dan snap ik het nog. Maar voor de wedstrijd is het een beetje jammer, toch? Ja, natuurlijk, zeker. Maar morgen Marokko tegen Portugal, wie denk je, broer? Inshallah, Marokko. Ja. Ik gun ze van harte, tuurlijk. Als Nederlandse jongen ben ik opgegroeid met veel Marokkanen. Ik heb een halfbroertje die Marokkaan is. Dus natuurlijk, gun hem van harte, man. Natuurlijk. Denk je dat ook met opvoeding te maken hebt? Met omgeving, met maatschappij? Ook. Dat is het belangrijkste, de opvoeding. Ja. Want het is in mijn tijd, met 78 jaar, wat ik heb die gezin hier in Nederland, is heel anders in opvoeden in Kaver. En ik denk in Marokko is het precies hetzelfde. Ja. Beetje Cabo Verde, Marokko is een beetje hetzelfde. Ja, zo ongeveer hetzelfde. Ja. Adviseer je ook jouw vrienden stel voor als ze zeg maar, dit soort bedoelingen hebben? Zeg je ook tegen die jongens van jongens het beter niet doen? Zeker man broeder. Ja. Echt, voor mij is, ik ben ook Marokkaan, weet je. Je pest het voor de meeste, weet je. Ja. Ik denk dat de meeste, je weet, wij Marokkanen, als wij als een groepje alleen al verkeerd doet of verkeerd beweegt op straat, dan weet je, is het gelijk Marokkanen ding. Maar ja, schreeuwen ze gelijk, hè? Ja, daarom. Zeker. En de nieuws, die zitten natuurlijk bovenop met hun neus, weet je. Ja. Maar misschien wat te zeggen tegen de kijkers, lieve broeder. Tegen de kijkers, morgen Marokko, inshallah, tegen Portugal. Gaan we inshallah goed supporten, gaan we het goed afronden, feesten. Inshallah mogen we doorgaan. Met Allah's welkom. Feesten binnen de kaders is van islam, toch? Dankjewel, Habibi. Vanavond gaat ook Nederland winnen. Ik wil weten wat gaat gebeuren met die jongens ook. Ja, natuurlijk. Maar komt goed, joh. Ja. Dankjewel voor uw tijd en moeite, meneer. Tokio. Graag gedaan. Doei. Ja. Doei. Box, Tokio. Box. Oei, dat is goed. Dankjewel, meneer. De akhlaq, volgens mij, Allahu a'lam, heeft iemand Malik. Ja. Hij wou kennis opdoen. Ja. Zijn moeder die zei tegen hem, ga eerst zijn akhlaq leren. Zijn manieren. Ja. Je weet toch? Ga eerst zijn manieren overnemen en dan zijn kennis. Want als er geen manieren zijn, dan is er niks. Als nu bijvoorbeeld we praten, we hebben respect voor elkaar. Zodra je me uitscheelt of je laat hem niet uitpraten, dan wat valt er te bespreken? Niks, dat is klaar. Dat is klaar. Laatste vraag, broer. Hoe lang ben je al moslim, broer? 3 jaar, man. Ja? 3 jaar, ja. En wat heeft jou op deze pad gebracht, broer? Ik heb me verdiept in mijn verleden van Afrikanen en slavernij, etcetera. Ja. En zo ben ik achtergekomen dat heel veel Afrikanen eigenlijk moslim waren voordat ze überhaupt, weet toch, naar Amerika vervoerd werden of naar Europa, whatever. Ja. Dus zodoende dacht ik van, ik moet sowieso moslim zijn, omdat dat is wat mijn voorouders waren. Ja. Netjes, man, broer. Ja, toch? Ja, man. Blijf zo volhouden, inshallah. Ja, toch, inshallah. Dankjewel. Morgen Marokko, Portugal. Wat denk je, broeder? Inshallah gaat Marokko winnen, man. Ja. Inshallah. Maar wat denk je? Ik zeg heel eerlijk, die spelers zijn wel een beetje afgetakeld. Ze hebben een zware wedstrijd achter de rug. Ja. Dus je hebt een hoop blessures. Portugal heeft op zich 2 goede banken. Dus moet ik heel eerlijk zeggen, het wordt lastig. Maar ik ben natuurlijk van Marokko en ik hoop dat Marokko gaat winnen, man. Tuurlijk, man. Dankjewel voor je tijd en moeite, broeder.